Yo, vakka mensen, goedemorgen. Ik ga jullie meenemen vandaag. Ik heb over 2 minuten al les, dus ik ga jullie gewoon meenemen. Online les natuurlijk. Dus ja, let's go, go, go. Yes, hier werk ik altijd een beetje aan school. Hier zitten mijn pleetjes en daar werk ik ook vaak. Alleen dan, ja, niet serieus natuurlijk, hè. Maar ja, ik ga even deze les volgen en dan zie ik jullie daarna. Het is nu 10:30 of zo. Ik moet even leren vanmiddag op de mattie van mij. Daarvoor ga ik nog even gamen. En vanavond ga ik mijn favoriete gerecht eten. Maar dat gaan jullie allemaal nog zien, dus let's go. Yes, ik ga nu even leren. Ik heb echt geen zin, maar ja, ik moet mijn diploma halen. Dus ik zit 5 HAVO en ik moet echt even halen. Yes, ik heb net geleerd. Daar heb ik jullie helaas niet mee bij kunnen nemen, want ja, dat moet ik toch helaas echt zelf doen. Ik ga nu even gamen. Rito, gewoon fuck it. Ik ben dood, man. Ik heb geen Gadu AM, man. Koude slechte land ook. Ja, kijk eens wie we daar hebben. Kijk eens wie we daar hebben. Kijk, ik kan het proberen, maar ik denk niet dat ik het maar doe. Live op TikTok en zo, hè? Kun jij een handstand tegen me? Nee. Ik kan geen handstand. Ik ga even een broodje maken. Ik heb een broodje maken. Okay, is die ma, pari. Is die mikma. Die waren naar op zoek. Tjena, ik ga wel eens broodje maken, wil je ook? Ja, lekker man, waarom zit je op de fucking grond? Ja, ik ben toch leid. Oh, dan moet ik niet hebben. Okay. Waarom zit je op de piep? Goed. Oké, ik ga eventjes deze lekkere chickies bakken. En dan zie ik jullie straks. What up, Zullen we nou gewoon die beat voor mij, hè? Kijk, nu vraag je af waarom hebben wij deze glas, dit glas hier? Nou, dat heb ik, omdat het speciaal gelegenheid is vandaag. Vandaag is namelijk vrijdag en dat betekent bijna weekend. Wat moet je lachen? Voor wat moet je lachen? Oh, dat ziet er wel beter uit. Oké, als ik in mijn vingers ga knippen, dus ik doe zo. En als ik dan knip, dan liggen hier die worstelbroodjes op. Oké, let op, hè. Let op, wacht. Oh, de worstelbroodjes zijn er. Oei, ze zijn een beetje heet. Dus ik ga nog niet proeven. Ze zijn er bijna. Fuck. Welkom bij een nieuw tutorial. In deze tutorial ga ik stofzuigen. Ups. Oh. Nou, je ziet al hoe vaak ik het doe. Ik ben expert. Oh, wat is het. Ik ga nu even hardlopen met een vriend van mij, want het is echt ziek lekker weer. Ik zal proberen te filmen. Ik neem mijn telefoon mee in dit mooie ding. Dus dan zien jullie me straks rennen met een vriend. Let's go. Al 10 kilometer achter de rug. Wat een vlot. Yes, ik ben net terug van hardlopen. 10 kilometer, 9,7 in 55 minuten. Dus dat is wel lekker. En nog uitloopronde gedaan natuurlijk. Ik ga nu even douchen, want ik ben echt ziek erg bezweet. Je ziet het niet helemaal, omdat ik nu al een kwartiertje even door heb laten zweten. Ik ga nu douchen en ik ga jullie nemen. Nee, natuurlijk wel, het zou een beetje raar zijn. En ik zie jullie daarna. Yo. Yes mensen, ik ben klaar met douchen. Ik ga jullie een kleine rondleiding geven door mijn huis. Nou, dit is even snel. Het is nog echt puinhoop hier. De stofzuiger staat er nog zelfs van vanochtend. Hier zwembroeken. Hopelijk morgen wat nog zwemmen deze zomer. Hier een beetje trainingsjacks, trainingspakken, onderbroeken. Hier gewoon allemaal spijkerbroeken. Hier shirtjes. Ja, hier, dit is echt een puinhoop. Dit zijn allemaal kleren voor voetbal. Ja, dat moet ik nog een keertje sorteren, maar ja, die heb ik voorlopig toch niet nodig.
Want zoals de meesten weten is het amateur voetbalseizoen gestopt. Nou, hier hangen al mijn truien, vestjes met hoodies eraan. Ja, eigenlijk alles hangt hier. Hé, hey, deze schoenen, oké. Okay. In de comments, wie weet waar deze schoenen van waren? Als je het weet, dikke SO naar jou. Mijn andere schoenen liggen allemaal beneden, trouwens in een la, maar deze vergeet ik altijd in de la te doen en anders pak ik mijn honsen. Hier zo boeken. Ja, hier zo game gedeelte. Computer. Ja, hier zo nog een paar laadjes. Niet echt nuttige dingen. Gewoon een beetje blaadjes. Nou, hier dan mijn bed natuurlijk. Het nachtkastje. En dat is eigenlijk mijn kamer gewoon, als we het even snel hebben. Hier heb ik natuurlijk een paar deo'tjes. Twee brillen. De eentje voor zomer, eentje voor gewoon voor de lol. Ja, hier heb ik een Berghuiskaart. Ik ben een fan. Het is al wel lang geleden dat ik die heb gekregen. Toen was ik denk 13. Maar ja, dat is mijn kamer. Dus even snel. Dus dan weten jullie waar ik het overleef in deze quarantaine dagen. Oké, nu ik mijn kamer heb laten zien. Ik heb nog mijn huispak aan. Ga ik even naar mijn zusje toe. Die zit boven. Yo, wat ga je vandaag doen? Wat ik vandaag ga doen? Ik ga mijn huiswerk maken. Oh, netjes. Oh. Geef even snel een roomtour aan de kijkers. Even snel een roomtour. Hup, staan. Nou, ga jij eens even de roomtour. Moet ik die roomtour geven? Die roomtour geven hier, kijk, spiegeltje. Hup, je ziet die. Huispak. Yo. Snel, gooi het danspas. Snelle lijn voor jou. Oh, je was gisteren jarig, hè? Oh, nee, eergisteren. Niet. Oh. Tot dan, zappai. Lekker bedje. Ja, ik moet de hele dag filmen, dus. Nee, nu is goed. Is goed geweest. Is goed geweest, oké. Dan ga ik weg. Boksniffel. Nee, grapje natuurlijk. Ja. Ik jou met jou. Yo, hè? Nog even één dansje gooien. Het zo. Wow. En nu ga ik loesoe. Yo, hè? Yo. Later. Doei. Boe. Ja, dat was mijn zusje. Dan gaan we even snel helemaal naar beneden toe. Naar mijn dagoe. De tuin is echt nog lang niet af, maar dat komt nog wel. Of niet, Saar? We zijn weer terug in het paradijs, jongens. Het paradijs. Jawel. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet filmen, want ik doe eigenlijk helemaal niks deze hele dag. Ik denk dat ik evenveel doe als jullie, in quarantaine. En dat is gewoon een beetje als school. Gamen, hardlopen, en dat is het. En eten, en slapen. Vooral slapen. Dus ja, ik weet eigenlijk niet echt wat ik nog moet filmen, dus ik ga even iets verzinnen. Ik moet voor school gaan touwtje springen, voor een cijfer. Dus dat gaan we doen. Wat was daar? Ja, beneden. Oh! Je staat in de vlog. Hey, mooi toch? Kijkers, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de video. Vergeet niet op @wijzijnspace te abonneren, like je achter te laten, in de comments te reageren wat voor video's wij moeten gaan maken in deze quarantainetijd. Inspiratie, alles is welkom. Hopelijk vonden jullie het een leuke video en dan zie ik jullie snel. Man